In de samenleving komt het nog dat mensen denken dat kanker een ziekte is van volwassenen. Dit zegt kinderarts Arti Tukun vandaag tijdens een workshop Kanker bij kinderen in het EFS College COFAP. Tukun legt uit dat kanker ook voorkomt bij kinderen, maar dat er enkele verschillen zijn tussen kanker die voorkomt bij kinderen en volwassenen. De workshop was bedoeld voor studenten van COFAP om inzicht te krijgen in het Nationaal Kankerplan, bepaalde vormen van kanker bij kinderen en de erfelijkheid ervan. Wereldwijd hebben zo'n 400.000 kinderen kanker, dus per jaar komen er 1000 nieuwe gevallen bij. Kinderarts Tukun legt uit dat 90% van dit aantal woont in landen met lage en middeninkomen. En als je verder kijkt hier, dan zie je dat de overleving in deze arme landen van kinderen met kanker slechts 20% is. En dat is in schril contrast met die 80% overlevingskansen in rijkere landen. Het UN-kinderrechtenverdrag, Suriname heeft zich in 1993, dacht ik, ook daaraan gecommitteerd. En dit houdt dan in dus dat alle kinderen over de hele wereld recht hebben op de best mogelijke gezondheidszorg. En dat zijn we gewoon verplicht aan onze kinderen. En zeker wij als gezondheidswerkers, wij moeten het beste aan behandeling aan deze kinderen kunnen geven. En een van de manieren om dat te doen is om jezelf te scholen. Dus ik ben heel blij met u. Pas als je iets weet over een ziekte, als je kennis erover hebt, dan pas kan je ook gewoon goede behandeling geven. Dus een van de dingen is om ook gewoon die kennis erover te hebben. Dat je weet waarover het gaat en hoe je dat kan behandelen. Tukun zei verder dat kinderkanker niet gezien moet worden als een ziekte, maar als een tumor die in verschillende organen kan voorkomen. Als het bijvoorbeeld voorkomt in het bloed, dan praten we over leukemie of bloedkanker. Als het zit in je hersenen, dan is het hersenkanker. Als het voorkomt in je botten, is het botkanker. Hè? Dus het kan in verschillende organen voorkomen en de meest voorkomende kankersoort op de kinderleeftijd, dat is dus bloedkanker, oftewel leukemie. Die leukemie, dat zien we het meest, ook bij ons in Suriname. En dat wordt dan gevolgd door de hersentumoren en daarna zie je dus de lymfeklier tumoren. En in Suriname zien we gemiddeld per jaar 15 tot 20 kinderen met kanker. En ongeveer 50 tot 60% daarvan is dan leukemie en lymfeklierkanker, dus lymfomen. Kinderarts Tukun legt uit dat recent onderzoek heeft getoond dat per jaar er ongeveer 14 gevallen zijn van kinderkanker. Daaruit is leukemie ook de meest voorkomende kankersoort bij kinderen.